laatste tijd veel ziet, is alternatieven voor aggregaten, batterijen. Er zijn nu een heel aantal batterijen op de markt, waar je eigenlijk, zeker als je netaansluiting hebt die te klein is, dan kun je die energie afstaan in de batterij. En op het moment dat je tijd investeert, heb jij over een korte periode veel nodig. Wij vinden dat duurzaamheid gewoon heel belangrijk is. En we zien dat ook de rest van Nederland en de rest van de wereld dat eigenlijk ook vindt. En wat wij nou eigenlijk als organisatie doen, is festivalorganisatoren die ook willen verduurzamen, om die te helpen. Dus aanbieden van adviezen, maar vooral het delen van kennis, ervaringen van andere festivalorganisatoren, die onder andere organisatoren verspreiden, zodat partijen die met duurzaamheid bezig willen, dat ook op een slimme en efficiënte manier kunnen doen. Als je een einde van een festival ziet, wat het dan ook is, meestal op het muziekgebied, maar ook hier in de binnenstad van Almelo, dan ligt er een enorme bult aan rommel op de grond. Ja, klopt. Dat is echt een heel actueel thema. We hebben daar zelfs net een campagne voor georganiseerd. Die heet Plastic Promise. Die kun je ook op de website vinden, plasticpromise.nl. En wat we daarin proberen is met alle partijen, dus ook de drankleveranciers, de festivalorganisatoren, de partijen die de barren op een festival verzorgen, om daarmee samen te gaan kijken van wat is nou een slimme manier. We hebben daar eigenlijk één heel succesvol project, dat zijn harde bekers. Ze noemen die hard cups, voorzien van een statiegeldsysteem. Bij het eerste drankje betaal je wel statiegeld. Je levert je beker in, je krijgt weer een schone terug. En na afloop krijg je statiegeld terug. Het vervolg van de avond zal zijn een aantal workshops. Kan je daar wat over vertellen? Ja, daar gaan we juist vooral even in over die hardcups. We zien eigenlijk hier in Almelo, dat is een van de kansen. Ook gezien de grootte van een festival lijkt dat hier goed haalbaar. Dus dan gaan we eigenlijk even met die festivalorganisatoren even kort checken of het geschikt zou zijn. Omdat je daarmee eigenlijk ook niet alleen het directe resultaat hebt, maar ook een heel zichtbaar resultaat. En wat je vaak ook hebt, is dat na het festival hoeven niet meer de gemeentereiniging met bladblazers door de straten heen. Dan zitten mensen nog weer met een paar uur dat lawaai aan de kop. Maar gewoon meteen in één keer, het festival is klaar, het is schoon en je kunt naar huis. Als je door de gang loopt, dan hebben we daar nog een gedeelte, dan begeleiden we jullie wel in. En daar is het Prins Bernhard Cultuurfonds samen met het Stadsfonds, want het is nu één fonds. En dat was ook een vraag die wij van meerdere organisaties hebben gekregen. Van hoe zit dat nou met die aanvraag? Die is redelijk ingewikkeld. Maar daarvoor zitten we hier. We gaan daarvoor is het leuk om vandaag deze avond te hangen. Om u gewoon een beetje te ontdooien. Om te kijken, kijk er nou eens naar. En ga er gewoon eens achteraan. Want anders dan is het beter. Wij proberen zoveel mogelijk geld naar Almelo heen te halen. Almelo Promotion haalt vanavond een hele hoop vrijwilligers bij elkaar om over duurzaamheid te praten. Waarom? Nou, we kregen opmerkingen vanuit bezoekers of duurzaamheid een thema was in Almelo al bij evenementen. Vooral jongere bezoekers. Het gebeurt ook in de steden om ons heen. Het is een trend, duurzaamheid. Dus toen ik bij de presentatie van het coalitieakkoord de wethouder hoorde vertellen dat duurzaamheid ook een van de speerpunten is de komende jaren voor de gemeente, dacht ik, ha. Als bezoekers daarom vragen, als het een speerpunt is van de gemeente en ik ken de evenementenorganisaties natuurlijk in Almelo, dan weet ik dat sommigen daar al in bezig zijn. Dan is het Kenniscafé daarvoor een hele mooie avond om dat onder de aandacht te brengen.